Mijn oma heeft in een jappenkamp gezeten in Ambarawa, heette het kamp van 1942 tot 1945 in de buurt van Yogyakarta. Vroeger vertelde ze alleen maar de leuke dingen daarover. Langzamerhand is ze daar wel meer over gaan vertellen wat er echt is gebeurd voor haar eigen verwerking. Mijn opa zat in een jappenkamp tijdens de Tweede Wereldoorlog en ik heb hem daar eigenlijk nooit naar kunnen vragen, want hij wilde er niet over praten. Hij heeft wel een boek geschreven, dus ik kan in principe erover lezen. Maar nu is hij overleden, dus ik kan het niet meer echt aan hem vragen. Mijn opa en oma zijn allebei geboren in Indonesië, toenmalig dus Nederlands-Indië. De vader van mijn oma was kneelsoldaat en de vader van mijn opa heeft eigenlijk zijn leven opgeofferd voor zijn gezin, dus voor mijn opa en zijn moeder. En zij zijn beide naar Nederland gekomen in de tijd van de decolonisatieoorlog. Mijn opa was oorlogsvrijwilliger. Hij is op 1945 op Java terechtgekomen. En als er problemen waren tijdens gevechten, is hij degene die zijn bataljon moest aansturen om de gevechten op te lossen. Mijn opa moest onvrijwillig vechten in de decolonisatieoorlog. Hij zat bij de genie en heeft gevochten op Indonesië. Mijn opa is vrijwillig naar Nederlands-Indië gegaan en hij heeft hier zijn hele leven over gezwegen. Hij is nu 92 en wil nu toch nog graag zijn verhaal vertellen. Toen de oorlog afgelopen was, toen verschenen die brochures, die airplakbiljetten van de mariniers overal. Van meld u aan bij de mariniers. En ik had 2 jaar ondergedoken gezeten, dat ik wilde wel eens iets anders. Beetje actie. Ik wilde wel wat actie, ja. Ik denk van tegen de jappen, dat wordt wel actie. Op dat moment word je van jongen, word je volwassen. Als je die Engelse slachtoffers ziet en die Duitse slachtoffers ziet. En je ziet alle schade. En je geboortedorp. Dan zeg je van, godverdomme, hier moet een eind aan komen. En daar is het nog bezet. Dus je moet, je wil, maar je, voor je gevoel. Moet je iets doen?